Ja. Welkom allemaal. Beste mensen, we gaan het eerste stukje geschiedenis dit hier ter plekke in Oosterhout tijdens de bevrijding en bij de oorlog heeft afgespeeld. Dat gaan we hier even in beeld brengen. Gisteren was het 4 mei, toen hebben we onze doden herdacht. En de jonge mensen die daarbij gesneuveld zijn, de meeste. En dankzij hun kunnen wij nu van onze vrijheid genieten en kunnen wij deze dingen doen. Vandaag is 5 mei en dus hebben wij de dag uitgekozen om de schuilkelder, die in de Tweede Wereldoorlog hard om een vege lijf te redden. Want oorlog is geen flauwekul. Kijk maar op de televisie, dan zie je het bijna dagelijks langskomen. De Heemkundekring in overleg met Paul en Hans van Akker. Een dingen aangevraagd, een monumentenstatus voor deze schuilkelder als oorlogserfgoed. Dat is nog niet binnen, maar dat komt er wel aan. Deze schuilkelder is een herinnering van de onvrijheid in de Tweede Wereldoorlog. En nu kan het als symbool zien van onze vrijheid. Goed, wat wij nu als normaal beschouwen, dat wij kunnen zeggen wat we willen in onze samenleving, en dat je er nooit iets problemen mee zou kunnen krijgen, dat was in de oorlog wel wat anders. Want als je in de oorlog iets over de oorlog besprak, het was eigenlijk onverantwoord. Mijn vader heeft ons geleerd, let op, de muren hebben oren. Daar wou je mee zeggen, praat nooit over dingen die de oorlog betreft, want je kon nooit vaststellen wie of wat het zou horen. Sorry. En dat was ook bloedlink, want als in de oorlog, je wist nooit hoe een verhaal bij de vijand kon komen. En als je door de vijand gepakt werd, dan werd op transport naar Duitsland gesteld, naar een concentratiekamp of werkkamp. En in het slechtste geval werden zelfs gefusilleerd. Dus dat was een hele gevaarlijke tijd. Nou kunnen we het eigenlijk bijna niet voorstellen, maar zo ging het er toen naartoe. Ik kan een stukje vertellen wat ik zelf meegemaakt heb, want bij de bevrijding begon de oorlog. Hebben wij al dikwijls gehoord, dat verhaal. Want we hadden eigenlijk in Oosterhout niet zoveel geweld meegemaakt. Maar op 30 oktober 1944 stond er plotseling bij ons, waar ik dan woon, want dat is op veel plaatsen in Oosterhout was het geval. Maar in mijn situatie stond plotseling op de hoek van de Koningsdijk, stonden twee tanks. En dat is de kruising Koningsdijk-Julianenlaan-Kruisstraat. Kunnen jullie weinig voorstellen van vroeger. Nou, wat gebeurde? De buurt en iedereen, onze ouders ook, die zeiden er naartoe natuurlijk. Dus wij allemaal naar die tanks toe. Maar dat ging niet goed. Daar sprongen een paar militairen af met het geweer in de aanslag. En die sommeerden ons om zo snel mogelijk daar te vertrekken. Want wat wij nog niet snapten, de buurtbewoners en onze ouders niet meer, dat is dat wij eigenlijk maar 200 meter van de vuurlinie afstonden. Want achter Zwaaikom, dus op Vrachelen, daar stonden de Duitsers nog. Die hadden al wat bruggen opgeblazen. Dus met gevolg dat ze dus niet snel benaderd konden worden. Maar wij stonden in die vuurlijn. Dus toen we weg waren, we waren nog maar enkele minuten weg. En toen vlogen de eerste granaten al over. En die troffen dan Julianenlaan, Willemstraat, Gaststraat, Eerste Kegelstraat. Die lagen namelijk haaks op de vuurlinie. Dus dat waren de gevaarlijkste plekken. Onze straat was een beetje gunstiger. Wij lagen in de lengte van het vuur. Dus dat was een beetje gunstig in deze situatie. Waar wij later, heb ik denk een keer met Jos van Alphen in de puzzel in elkaar kunnen leggen. Want in de Eerste Kegelstraat, dus met die eerste granaten die toen gevallen zijn, is Jan Willem Verlaat getroffen. Die kreeg een scherf in zijn rug. Heeft nog 2 dagen in het ziekenhuis, in het Sint-Joop-ziekenhuis gelegen en is toen overleden. Die had namelijk net in de Kerkstraat bij de Engelsen gestaan. Hij was iets, ik geloof 32 jaar. En hij sprak Engels, dus hij had met die bevrijders staan praten. En hij was naar huis gegaan en hij ging dat onze familie, onze kinderen vertellen. En die zaten in de schuilkelder en hij zat op de bovenste tree. En dat was natuurlijk bloedlink. Want toen kwam er een scherf in zijn rug. Dat is een van de dingen die mijn vader, wij zaten zelf bij ons thuis in de schuilkelder. Die zei altijd,
als wij erin waren, we hebben al 4 à 5 dagen hebben wij in die schuilkelder moeten verblijven, omdat het zo wat dag en nacht de vuren doorging. En dan zei hij, blijf bij dat kelderraampje weg. Want ja, kinderen, wij wilden natuurlijk wel buiten kijken. En die kelders waren niet zo diep, dus dan moesten wij beneden dat raampje blijven. Want hij zei, scherven komen overal, die kan er niet tegenhouden. Dus als je pech hebt, dan flitsen ze binnen. En zodoende heb ik dus met de oorlogservaring meegemaakt. Op het moment dat de bevrijding aanstaande was. Wat er ook nog van belang is, toen wij bevrijd waren, was de oorlog nog niet echt afgelopen, want dat duurde tot 5 mei. En in die tijd werd er met de regelmaat nog geschoten vanaf het ver bevrijd, ja, eigenlijk boven de Moerdijk, zeg maar. En daar schoten ze met granaten, die kwamen tot Oosterhout toe. Er zijn ook nog verschillende mensen mee gesneuveld. Maar ze schoten ook met, of V1's en die kwamen van Gelderland helemaal af. Ik denk de meeste van jullie weten wat een V1 was. Ja. Het is de raket, eigenlijk de eerste raket die door de Duitsers uitgevonden was. En die werd door een motortje aangedreven. Die waren bedoeld om Antwerpen, de haven van Antwerpen te bereiken. En om daar de haven van Antwerpen, de spullen die daar binnenkwamen van de geallieerden, om dat tegen te houden. Dat was de bedoeling van die raketten. Maar ja, als het motortje uitviel, dan stortte hij hier naar beneden. Dus ook in Oosterhout zijn er verschillende gevallen.